Hoe werkt de achteruit de camera van de Opel Astra? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers van Liewers Roden en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Dan bekijk je ons kanaal voor het eerst, van harte welkom, maar vergeet niet te abonneren te worden. Dit kost helemaal niks en zo blijf je op de hoogte van onze nieuwste video's. Nou, zoals ik al zei, gaat deze video dus over de achteruitrijcamera van de Opel Astra. En er zijn er eigenlijk twee mogelijkheden voor en die laat ik je uiteraard in deze video zien. We laten hem eerst zien in de Edition uitvoering en daarnaast in de luxere Elegance uitvoering. En het eerste voorbeeld wat ik laat zien is in de Opel Astra Edition uitvoering. Nou, de Edition uitvoering is eigenlijk het beginmodel van de Opel Astra. En ze voorzien natuurlijk van airconditioning en cruise control wat hij al standaard heeft. Maar die kun je uiteraard ook nog een achteruitrijcamera bij bestellen. En in dit geval laat ik hem zien in het multimedia Navi systeem. We hebben uiteraard hier ook nog een video van gemaakt en die zal ik hem boven uiteraard ook even linken, zodat je in alle rust kunt bekijken hoe dit systeem werkt. Om de achteruitrijcamera in te schakelen is het eigenlijk heel makkelijk. Je zet hem in de achteruit. Dat doe je inderdaad door het knopje, zoals bij Opel bekend staat, hierin te drukken. En je kunt hem zo in de achteruit zetten. Uiteraard geldt voor de automatische precies hetzelfde, maar die hem daar in de achteruit zet. En dan zien we eigenlijk hier gelijk al de achteruitrijcamera. Nou, wat het mooie ervan is dat die lijntjes die hij aangeeft, dat zijn eigenlijk je stuurlijnen. Dus mocht je wat meer gaan draaien naar één kant, dan geeft hij dat natuurlijk ook aan hoe ver je ongeveer nog die kant op kan gaan. En je ziet heel makkelijk dat hier ook verschillende lijnen ook in staan, hoe ver je eigenlijk toch iets kan. Nou, wanneer je zegt van ik vind die lijnen, die zitten me eigenlijk weg, ik vind ze niet prettig, kun je heel makkelijk hier op deze knop drukken, zodat die lijnen weg zijn. En hier zet je ze weer mee aan. Nou, wanneer ik dus achteruit ga rijden en ik nader een obstakel, dan hoor ik door middel van piepsignalen van de parkeersensoren. En hier kan ik precies zien natuurlijk hoe ver ik nog kan. De piepsignalen van de parkeersensoren die gaan natuurlijk steeds sneller achter elkaar. En ook komt er een symbooltje die op dit moment knippert in beeld. En dat symbooltje, dat is in het begin, is dat een gele kleur. Nou, wanneer je nog dichter bij het voorwerp komt, dan zie je inderdaad dat het gele lampje, het gele driehoekje, dat het verandert in een rood driehoekje. Ja, dan ben je natuurlijk extra dichtbij. Je hoort in het begin natuurlijk ook door piepsignalen dat hij nog wat harder achter elkaar piept om je te waarschuwen. Maar dan kun je precies natuurlijk hier zien door middel van de lijntjes hoe ver je eigenlijk nog kan. Wanneer je bijvoorbeeld een trekhaak gemonteerd hebt, dan geeft hij dat hier natuurlijk ook aan. En dan zie je precies door die lijntjes ook van hoe ver kan ik eigenlijk nog tot aan de trekhaak. Nou, waarbij goed is om te weten is dat de trekhaak natuurlijk, dat je de parkeersensoren ook natuurlijk altijd uit kan schakelen. Dat kan door middel van deze knop die hier eigenlijk rechtsboven de versnellingspook zit. En uiteraard bij dit systeem, dus eigenlijk bij de standaard achteruitrijcamera, kun je ook verkiezen om bepaalde instellingen ook aan of uit te zetten. Dat doe je eigenlijk in het hoofdmenu. Als je daar op instellingen klikt en je gaat dan helemaal naar beneden, naar camera achter, dan zie je hier inderdaad twee mogelijkheden. Je kan dus de richtlijnen, die je dus ook kunt uitschakelen als je op het beeld zelf ziet, of de hulpsymbolen, die kun je al twee hier aan of uitzetten. Het groene vinkje wil zeggen dat hij aanstaat. En uiteraard als ik hem uit wil zetten, dan druk ik erop en dan geeft hij een rood rondje aan en dan is het systeem uitgeschakeld. Het tweede voorbeeld wat ik wil laten zien is eigenlijk het achteruitcamera die ook mogelijk is in de Multimedia Navi Pro systeem. Nou, je ziet inderdaad dat het scherm natuurlijk heel anders eruit ziet. Dus het is een stuk groter geworden en het is grafisch natuurlijk ook prachtig mooi om te zien. We hebben ook nog eerder al een uitleg gegeven ook over de Opel Astra. Ik zal die hierboven ook even linken, zodat je die kunt bekijken hoe dit systeem ook allemaal werkt. Voor de achteruitcamera is eigenlijk precies hetzelfde. Dus je kunt hem inderdaad gewoon hier in de achteruit zetten, zoals ik net ook liet zien. Maar wat dan meteen opvalt is dat het beeld natuurlijk een stuk groter is, maar ook een stuk scherper. Je ziet dezelfde lijntjes zie je inderdaad weer, waarbij in het begin inderdaad ook het rode lijntje aangeeft. En daarna zie je ook nog de gele lijntjes. Nou, je ziet eigenlijk wel dat de werking wat hetzelfde is. Je hoort dus het parkeersensor hoor je dus in het begin. Je ziet dan ook een geel lampje, de geel driehoekje zie je knipperen. En zodra je ergens heel dichtbij komt, dan zie je dat het op een gegeven moment sneller gaat knipperen. En je ziet hem ook in rood veranderen. Nou, dat betekent natuurlijk dat je natuurlijk ergens dichtbij bent en dat je uiteraard extra moet opletten. Nou, uiteraard kun je deze symbolen kun je inderdaad ook uitschakelen. Kun je door middel van deze knop kun je hieronder doen, dan zie je dat de lijnen dan ook weg zijn. Nou, verder kun je bij de instelling van dit systeem natuurlijk ook, als je op de instellingen drukt en daarna zie je bij voertuig, zie je inderdaad ook nog aanrijding, preventie en detectiesysteem. Als je daarop klikt, dan zie je hier onderaan ook nog de symbolen voor de parkeerhulpkamer achter. En die kun je namelijk hier nog mee aan of uitzetten, ook voor altijd.
Nou, deze camera die zal inderdaad echt je helpen om achteruit te rijden. Om te kijken hoe ver kan ik bijvoorbeeld nog tot die heg of tot die stoelbrand of tot die muur of tot die auto. Je moet er uiteraard nu niet mee gaan achteruit gaan rijden met een bochtje bijvoorbeeld. Want dat zie je natuurlijk dat het oriëntatie qua zicht natuurlijk wel iets anders is dan dat je gewend bent om over je schouder heen te kijken. Maar dit geeft natuurlijk een prachtig mooi beeld en een stukje veiligheid om goed in te parkeren. Nou, bij sommige Opel modellen en bijvoorbeeld Opel Crossland X is ook een 180 graden en zelfs bij de Opel Grandland X een 360 graden camera beschikbaar. Die is helaas niet mogelijk op de Opel Astra. We hebben daar wel een video van gemaakt. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die op alle rust kunt bekijken. Om te zien hoe deze achteruitrijcamera werkt. Nou, ik hoop je hiermee een super duidelijke uitleg te hebben gegeven over de achteruitrijcamera in de Opel Astra. Mocht er nog aanvullende vragen zijn, typ ze heel makkelijk hier onderin en we kunnen deze uiteraard natuurlijk zo snel mogelijk beantwoorden. Maar ik wil natuurlijk ook van harte uitnodigen om ons bedrijf te komen bezoeken aan de Saturbo Noord 133 in Rode, waar wij natuurlijk nieuwe Opel Astra hebben staan. Nou, ik wil je nogmaals hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewers. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en graag zien we elkaar dan weer. Tot dan!